Almere, de bovenliggende partij, vond ze beter aan de bal. Ja, het was een zenuwslopende wedstrijd hier in het Janmarstadion. Almere en VVV kwamen tot de verlenging, waar het ook nog eens penalties werd. Ja, uiteindelijk trok Almere aan het langste eind. Emilio van der Gouw stopte nog wel 2 penalties, maar het mocht niet baten en Almere die gaat door naar de finale. Na afloop sprak ik met Van der Gouw en met trainer Rick Kruijs en dit waren hun reacties. We waren heel dichtbij, penaltyreeks, je stopte ook nog eens 2, maar helaas toch niet naar de finale. Ja, hoe sta je hier? Ja, op dit moment is het heel erg balen en dat zal nog wel even balen blijven. Ik moet even alles laten bezinken, maar op dit moment is natuurlijk de teleurstelling wel overheersend. Nou, had je voor jullie het gevoel dat jullie de wedstrijd ook echt konden winnen? Ja, zeker. Zoals we al eerder hebben laten zien, wij zitten altijd in de wedstrijd. Ook toen we 1-0 achterkwamen, toen maakte Sully echt een fantastische goal. Stond nog 1-1. En dat is tot aan de penalty zo gebleven. En we hebben zeker nog wel een kans gehad om er 2-1 van te maken. Ja, en die penalties. Aan jullie kant vlogen er geen in. Hadden jullie wel geoefend op die penalties? We hebben zeker wel af en toe geoefend op penalties, maar ja... Het blijft een loterij en je kan natuurlijk die druk niet nabootsen. En de vermoeidheid van 120 minuten spelen, dat valt niet na te bootsen. Ik had het gevoel dat we het konden halen. We hebben natuurlijk enorme wilskracht en fighting spirit in het elftal om altijd maar door te gaan. Dat zag je vandaag ook. Nou ja, ik baal natuurlijk wel enorm van hoe die penaltyreeks is verlopen. Ja, over die penalties gesproken, was er door de ploeg ook geoefend? Er was heel veel geoefend, maar dat was niet zichtbaar. Hoe zat u voor het gevoel de ploeg in de wedstrijd? Van Almere, de bovenliggende partij, vond ze beter aan de bal. Ik vond ze ook meer kans hebben. Maar we hadden ook onze momenten. En ik denk het grootste moment van de wedstrijd was eigenlijk de situatie in de eerste helft van de verlenging. Waarbij Venema en Yassa doorbreken. Ja, dat had ons moment moeten zijn. En dan ook die tweede helft, dat Alouch die bal er zo inkrult. En dat daarna de wedstrijd stil wordt gelegd. Had je misschien gedacht dat de wedstrijd anders had kunnen verlopen als het niet stil was gelegd? Dat is altijd achteraf. Die dingen die gebeuren in voetbal, dat zie je op heel veel velden. Ja, dat weet je nooit. Keep it in the zone.